U heeft een afspraak staan voor een videoconsult bij het Erasmus MC. Dit betekent dat u vanuit huis gaat videobellen met uw zorgverlener. U kunt met elkaar praten, uitslagen bespreken en vragen stellen. Ook kan uw zorgverlener beelden van onderzoeken met u delen, zodat u kunt meekijken. Voor het consult heeft u een computer of laptop nodig met een goede internetverbinding. Een tablet of smartphone kan eventueel ook. U logt in op uw patiëntenportaal Mijn Erasmus MC of dat van uw kind. Veilig met DigiD, een soort digitaal paspoort, waardoor we zeker weten dat u het bent. Heeft u of uw kind nog geen DigiD? Vraag die dan alsnog op tijd aan. Tenminste 3 werkdagen voorafgaand aan uw afspraak. Zorg dat u minimaal 5 minuten voor uw afspraak klaar zit. Na het aanmelden komt u in de virtuele lobby terecht. Dat is een soort digitale wachtkamer. Zodra uw zorgverlener beschikbaar is, komt hij of zij in beeld. Dit kan even duren als het spreekuur uitloopt. Let erop dat u uw camera en uw geluid heeft aanstaan. Klik op de icoontjes van de videocamera en de microfoon om ze aan te zetten. Vraag het gerust als u even iets niet begrijpt. Soms is het fijn als een familielid, naaste of uw kind meekijkt. Dat is geen probleem. Er gaat tijdens het videoconsult ook wel eens iets fout. Blijf in zo'n geval rustig wachten. Uw zorgverlener neemt telefonisch contact met u op. We wensen u een goed gesprek. Meer weten? Een uitgebreide handleiding vindt u op www.erasmusmc.nl/videoconsult.